student studeerde ik voor leerkracht godsdienst en geschiedenis. En later, toen ik afstudeerde, vond ik geen werk in het onderwijs en ben ik bij de gemeente terechtgekomen. Al mijn collega's hier die weten wat mijn hobby is, want Flanderensis was het thema op mijn trouwfeest en alle collega's waren toen uitgenodigd. Ze stonden er allemaal wel heel positief over. Er zijn zelfs sommige collega's, als ik binnenkom in het bureau, ah, excellentie. Dus dat is wel luchtig en grappig bedoeld. Mijn trouwkostuum gebruik ik nog altijd voor Flanderensis. En iedere keer als er een speciaal gelegenheid of een evenement is, dan doe ik het nog een keer met mijn trouwkostuum aan, met al de nodige bling bling. En iedere keer proberen te passen voor in die trouwbroek te blijven kunnen. Moeite. Iedereen dacht dat Finn had er tegen zin. En ze kwam zelf af met voorstel, maar ze zei: je moet de verrassingen laten tot op de feest. Dus rood, wit, zwart. En de bruidskindjes hadden ook hemdjes al met een dasje. En dat was ook in de kleuren van Flanderensis. Dat was zo van die hele kleine, subtiele hints. Maar ja, niemand lette daarop. We zijn in een groot hertogdom. De mensen noemen mij de groot hertog. Mijn titel is niet echt. Ik weet dat ook. Ik gebruik mijn titel niet echt. Hoewel, ik heb mijn feiten wel echt zo kunnen gebruiken. Want ik ben de staatshoofd van een niet erkend land in een Antarctica. Dus het is geen valse titel. Het is gewoon een titel van een land dat niet bestaat. Ik denk niet dat Flanderensis kan bestaan zonder Niels. Nee. Ja, hij draagt eigenlijk echt alles. Hij heeft wel veel mensen die meedoen, die helpen. Maar toch, degene die overkoepelend is, blijft Niels. Dus ik denk niet dat zonder hem zou kunnen blijven bestaan. Ik zou dat, denk dat meer zo afsplitsen. Voor mij zou dat wel een ultieme droom zijn. Dat kan zeggen van dat mijn kleinzoon of achterkleinzoon kan, dat er nog steeds bestaat. In feite is dat gewoon heel zot voor na te denken. Van, ik ben daarmee begonnen voor de fun. Iets onnozels voor me bezig te houden. En dat dat na drie generaties zou kunnen bestaan. Toen dat we begonnen met Flanderensis, waren we aan het kijken van waar vinden we ergens land? En zijn we beginnen zoeken naar waar is er ergens een stukje land in de wereld dat echt van niemand is. En zo zijn we terechtgekomen in West-Antarctica, alles tussen de 90 en 120 graden. Zegt volgens een internationaal verdrag, geen enkel land mag dat claimen. En dat is nu het leuke aan micronaties. Je kan daar zo'n beetje in foefelen en interpretaties aan geven. Dus onze interpretatie was, ik claim die landjes persoonlijk. Niet als land, maar ik als persoon, Niels Vermeers, claim die 5 eilandjes. En we hebben dan een brief opgemaakt en verstuurd naar alle landen die dat internationale verdrag ondertekend hebben. En we hebben daar nooit reactie op gekregen. Geen reactie is geen protest. Ik ben Belg, ik ben Vlaming, maar ik ben ook Vlaanderiaan. En het leuke is dat er bijvoorbeeld in Rusland of in Peru of in Australië, dat er daar ook iemand zit die trots is van, kijk, ik heb een paspoortje, ik ben lid van het Groothertogdom Flanderensis.